Als ergens rellen zijn, dan komen straks deze nieuwe busjes voorrijden. En dat ziet er behoorlijk imposant uit. Maar de ME-busjes van de toekomst worden zo aangeleverd. Kaal en wit. Vervolgens worden ze hier stap voor stap omgebouwd tot gepantserde bussen. Er worden gaten ingemaakt, alles wordt gedemonteerd wat we niet nodig hebben. Vervolgens als dat gedaan is, dan komt die op de eerste constructieplek. En op die eerste constructieplek worden in de gaten die gemaakt zijn daar, er worden de zelfontwikkelde deuren erin gehangen. Alle verstevigingen in de constructie worden geplaatst, alle gaten in het dak voor de dakventilatoren, voor de zwaailampen, voor de werklampen, allemaal dat soort spul. Dat wordt hier gedaan. Kunnen ze dat mee? We zijn politieauto's aan het maken. Ach, is weer eens wat anders, hè? Denk ik. Ja. Ja, GPA's gebeuren en alles zit er meer in als een gewoon taxibus, zou ik maar zeggen. Ja. Is het nou bijzonder, zo'n ME-busje samenstellen? Ik kijk wel eens als er op tv toevallig wat voorbij komt, denk ik van, hebben wij die gebouwd? Maar... Nou, voor mij eigenlijk niet, want ik doe het al meer dan 20 jaar. En ja, hobby, hè? En dit is hem dan, de allereerste nieuwe ME-bus van de politie. Met genoeg plek. Hier ook plek voor de helm, het tactisch vest en het gasmasker. En als je je echt misdraagt, dan hebben ze hier een plekje voor je. De nieuwe ME-bus is een zogenoemde flexbus. Dat betekent dat ze op meer plekken kunnen worden ingezet dan de traditionele ME-bus. Dus ook voor normaal alledaags politiewerk. Weg met het blauw, dacht VDL. Gewoon een normale witte bus. De bedoeling is dat het voertuig daardoor minder agressie opwekt. ME-bussen zijn natuurlijk al jaren bekend als de ruilbussen in Nederland. En dit voertuig is als traditioneel voertuig ook te gebruiken en daardoor onbevallend. Je hoeft dus niet op het politiebureau te wachten als ME'er. Om van de burgemeester te krijgen van je moet naar een escalatie toe. Je kunt nou met zo'n bus kun je naar een manifestatie, naar een bijeenkomst, naar een demonstratie kun je naartoe zonder dat je echt uitnodigt tot rellen. In totaal maakt VDL dus ruim 250 nieuwe ME-bussen waarvan de eerste al klaar is voor gebruik. De laatste bussen zijn klaar in juni. En dan maar hopen dat de kleur zijn werk doet en dat er minder gereld wordt.